Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Hoe was de kermis in Gent? Ik vond de kermis in Gent een stuk beter dan de kermis hiervoor toen wij in Aalst waren. Ik vond deze een stuk beter. Waarom vond ik deze beter? Omdat deze was een stuk overzichtelijker. Het was een stuk makkelijker lopen zo. Het was gewoon lekker één pleintje. Ik voelde me eigenlijk al een stuk beter dan de afgelopen maanden. Het ging lekker, jongens. Het ging crescendo. Joost was er voor het eerste keer bij in België. Die had nog nooit een kermis in België meegemaakt. Ja, het was fantastisch. Ik vond het een hele leuke kermis. Vond ik het natuurlijk weer decadent. Wat een fantastische attractie blijft dat. Ik vind dat echt een van de allermooiste kermisattracties die er is op kermisgebied. Hij geeft zo verschrikkelijk een mooie show, geeft hij weg. Het is echt ongelooflijk. Ja, ik had nog een stukje dat hij niet filmde, dat eigenlijk die confetti eruit viel. Maar ik filmde toen op dat moment niet. Dus ik heb nog steeds geen stukje op kunnen nemen dat ook de confetti, wat hij doet op een gegeven moment, doet hij ook zo'n confetti omhoog spuiten. Dus dat was wel leuk geweest. Maar ja, dat is helaas is dat niet gelukt. Het was echt een hele leuke kermis. Inmiddels ben ik alweer een paar weken verder dat ik deze opgenomen heb. Hier zit nog een vlog tussen. Die had ik al veel en veel eerder opgenomen. Die gaat ook nog komen. En ik wou eigenlijk filmen, maar ik ben inmiddels alweer 2 weken verder of zo. Ja, ik doe het echt rustig aan met filmen. Ik vind het veel rustiger doe ik momenteel met filmen, want ik merk gewoon dat ik meer rust nodig heb dan normaal. En ik kan er dus wel af en toe even een paar dagen of een week of misschien wel 2 weken tussen zitten voordat ik weer een nieuwe video upload. Maar we gaan in ieder geval wel door, want ik ga nog een hoop video's ga ik maken. Alleen ik doe het dit jaar even wat rustiger aan. Ik heb ook niet meer zo echt heel erg behoefte om alles te filmen. En als ik dan denk van ja, wat moet ik dan wel gaan filmen? Ja, dan weet ik het eigenlijk ook niet. Want ik heb eigenlijk al alles een beetje hier in de regio heb ik allemaal gefilmd. In ieder geval kermissen doe ik ook wel, maar ook minder. Ik ga niet meer die kleine kermissen pakken. Ik ben een beetje moe van de kleine kermissen die we gedaan hebben. Ja, dat is op een gegeven moment hebben we dat al zo vaak hebben we dat al opgenomen. Ik wil echt eigenlijk alleen nog maar gaan voor de grote kermissen. Dat is Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, De Haag. Dat zijn een beetje de kermissen die ik leuk vind om te doen. En die ga ik nog wel doen. En de kleine kermissen die wil ik het liefst eigenlijk een beetje skippen. Want ja, het is eigenlijk elke keer is hetzelfde. Er staan dezelfde attracties. We zijn bijvoorbeeld ergens in een plek geweest. Nou ja, dat waren 3 kermissen. Daar was echt bijna helemaal niks te beleven. En het is toch elke keer weer een end rijden is het weer. Dus ik wil best wel een end rijden. Maar dan moet er ook echt wel een goede kermis staan. En niet zo'n heel klein kermis zien met maar een paar attractietjes. Het schiet gewoon niet op. Dus blijf het kanaal in de gaten houden. Want er komen nog veel meer video's. Ik heb nog 1 video. Die heb ik opgenomen. Dat is al bijna 3 weken geleden dat ik die heb opgenomen volgens mij. Dat is al heel lang geleden dat ik die opgenomen heb. Dus blijf het kanaal in de gaten houden. Die video die komt hierna en die komt al heel snel. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan wordt jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de kermis in de kermis was top. In Gent. Het was een super kermis. En ik ga vast nog wel een heleboel kermissen opnemen. Ga dus niet dit kanaal verlaten. Want er komen echt nog een hoop video's komen eraan. Jongens, groetjes van deze kant. En tot de volgende video maar weer. Bye bye. Hoi. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boefgat, die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoonreclames. Je maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij zee ziek. Hollamet, heb ik het overvaren. SO Dreddies die blokken laten overvaren. 3 shows op een avond, meisje, je van zoontjes haasten. Heb het over dat ik